שבת שלום, פרשת צף. פרשת צף, en dit jaar ook פרשת זכור, herinnering aan het volk Amalek, altijd op de Shabbat voor Purim. En dit jaar dus helemaal een bijzonder, want Purim valt op zondag. Dus פרשת צף en פרשת זכור is precies op de dag voor Purim zelf. Eén punt uit פרשת צף. Eish tamid tukat al hamizbeach lo tichpeh. Er moest vuur op het altaar zijn. En het Torah komt zeggen, zorg ervoor, dat vuur moet er altijd zijn, dat vuur mag nooit doven. En al eerder gesproken over korbanot, van het woord karof, dichtbij, offers om dichtbij God te komen. In de tijd van het Mishkan, van het heiligdom, in de tijd van de tempel. Maar sinds we geen heiligdom Mishkan meer hebben en geen tempels meer, geen tempel meer hebben, dan toch blijft dat begrip van korban, van offers, bestaan, in spirituele zin, dicht bij Hashem komen. En nu dus in פרשת צף komt de Torah daarbij zeggen, zorg er dan ook voor, eish tamid, dat het een voortdurend, altijd brandend vuur is. Enthousiast, vol lebendigheid. Vol, zo levend. Dat is de manier waarop het moet gebeuren. Dat is de manier waarop je moet davenen. Dat is de manier waarop je moet leren. Eens tamid met altijd vuur. En als het een pure Purim gaat worden, ja, dan is dat vuur natuurlijk vanzelfsprekend ergens aanwezig. Maar toch, misschien wel even goed om wat nader in te gaan op de basisgedachte van Purim. We mogen het op een bepaalde manier vieren. We lezen hem met Gila. Uitgaande Shabbat dit jaar. We lezen hem opnieuw in de loop van de zondag. We geven Mishloach Manot, brengen eet, drankgeschenken, vriend aan vriend, vriendin aan vriendin. We geven Matanot naar Infionim, extra giften aan arme mensen in Israël, maar ook arme mensen hier in Nederland. En we hebben een souda, een maaltijd, waarbij met Purim de mitzwa is om eigenlijk zoveel te drinken, dat je dan op een gegeven moment niet meer weet het verschil tussen waarop Mordechai, waarop Haman, gezegend is Mordechai en vervloekt is Haman. Maar wat is de diepere gedachte van Purim? Als we de Purimgeschiedenis lezen in de Megillah, is bekend, dan valt het op dat de naam van Hashem, de naam van God, er helemaal niet in voorkomt. Hoe is het mogelijk? Eén van de boeken van Tanach, één van de boeken van de Bijbel, en daar zal de naam van God niet voorkomen. Maar toch is het een feit. De godsnaam staat er niet. Verschillende verklaringen voor dit verschijnsel. Maar één van de verklaringen is dat God als het ware op de achtergrond aanwezig is. Hij leidt wat er gebeurt. Maar het is niet zichtbaar. Het zijn geen zichtbare wonderen zoals we elders in Tanach lezen, in de Torah lezen. Wonderen die gebeurd zijn van iedereen zag, dit is een wonder. Met Purim zien we dat niet. Maar lezen we de Purimgeschiedenis aandachtig, ja, dan zie je toch eigenlijk wel dat er allemaal kleine wonderen gebeuren die op elkaar, bij elkaar passen en leiden tot de gelukkige ontknoping en redding voor het Joodse volk. Laten we bij het begin beginnen. Achashverosh. Een feest waar iedereen aanwezig mag zijn. Want nu was zijn koningschap gevestigd. Achashverosh was niet van koninklijke bloede.
had ze van de tromp meester gemaakt. Maar, om daar toch stevig op te zitten, had hij een prinses tot vrouw gekozen. Vashti, afstammelingen van koning Nebukadnezar. En dat gaf stevigheid aan zijn regering. En wat er gebeurt er? Vashti wordt verdreven. Wordt uit haar positie ontzet. Vrijdom, meer dan vrijdom, van deze koning Ahasveros. Dat was nou juist een van de redenen waarom die op de troon kon zitten. En hij stuurt haar weg. Maar uiteindelijk leidt dat dan wel tot de uitverkiezing van Esther om de nieuwe koningin te worden. Maar ook dat is vreemd. Esther wil helemaal geen koningin zijn. Esther wil helemaal niet naar dat hof toe. Ze is ook niet gegaan. Niet uit eigen beweging. Wat is de kracht, Esther? Esther werd genomen. Ze werd gewoon van huis meegenomen, want ze zag er aardig uit. En ze moest zich ook melden bij de koning. Ze heeft echt niet haar best gedaan om uitgekozen te worden. Andere vrouwen, andere meisjes, zullen zeker alles gedaan hebben om haar zo'n prettig mogelijke, charmante mogelijkheid, charmante indruk te maken op de koning. Esther heeft dat niet gedaan. Toch werd zij uiteindelijk door de koning gekozen. Vreemd. Wat ook vreemd is, als we lezen dat Mordechai hoort, Bigthan en Teresh, die beramen de koning van het leven te beroven. Hij hoort dat. Hij laat het via Esther aan de koning weten. En de mannen worden verhoord. En ze worden terechtgesteld. De koning die niet van koninklijke bloed was, die zichzelf tot koning had uitgeroepen. En nu is er een onderdaan zo loyaal om hem het leven te redden. Dan hadden we toch verwacht dat hij deze redder, deze Mordechai, zou bedanken, zou belonen in ruime mate als koning over 127 provincies. Dan had de man toch wel iets achter de hand om Mordechai te belonen. Dat heeft hij niet gedaan. Het alleen maar laten aantekenen in de kronijken. En that's all. Dat is toch wel heel vreemd. En zo gaat het eigenlijk steeds door. Van die gebeurtenissen die onwaarschijnlijk zijn. En toch gebeuren ze. Bijvoorbeeld als de koning de slaap niet kan vatten. Esther heeft hem uitgenodigd. Met Haman. Wat steekt daarachter? Zou die twee met elkaar heulen om hem opzij te zetten? En dat zij dan met z'n tweeën de macht zouden overnemen? En na die avond, terwijl hij weet, Esther heeft de vraag, kom morgenavond nog een keer terug, opnieuw met die Haman, kan de koning de slaap niet vatten. En laat ze voorlezen. Nou, er was heel wat op schrift gesteld. Er kon heel wat voorgelezen worden. Maar juist op dat moment rolt het boek open op die episode, die geschiedenis, waar dus daar werd verteld hoe Mordechai het leven van de koning had gered. En de koning informeert, heeft deze man daar ooit een beloning voor gehad? Nee. En precies op dat moment komt Haman binnen om te vragen, toestemming, om Mordechai aan de galg op te hangen. Precies op dat moment. Hoe is het mogelijk dat juist dat feit dat Mordechai het leven van de koning heeft gered, dat feit juist nu uit de boeken van de koning werd voorgelezen, terwijl er toch nog zoveel anders in die boeken stond? Eigenlijk is ook vreemd hoe uiteindelijk de koning besluit om Haman te laten ophangen. Haman is zijn rechterhand. Haman is de eerste minister. Haman was een buitengewoon machtig iemand. En zeker met een enorm aantal aanhangers en fans.
Maar hij is op dat ogenblik zo ontzettend boos als hij hoort wat Haman van plan was geweest om de Joden te vermoorden. Waar hij zelf eigenlijk de akkoordverklaring voor had gegeven. Dat hij op dat moment zegt, hangen op, geen rechtszaak, geen hoor en wederhoor, meteen zonder meer ophangen die man. Zijn toevalligheden. Maar dat is het idee van Purim. Het zijn geen toevalligheden. Alles is behashkacha. Alles is met goddelijke voorzienigheid. Maar op zo'n manier dat het lijkt of het gewoon is. Het is niet gewoon. Dat leert ons Purim. Purim is een galoetfeest. Een feest buiten Eretz Israël. Buiten het land Israël. En we vinden ons in galoet. En er gebeuren allerlei dingen. En dan is het belangrijk om te weten dat op de achtergrond, maar daadwerkelijk, God aanwezig is. Hij, als ik zo mag uitdrukken, hij trekt aan de touwtjes. Hij regelt het. En ook als het voor ons niet duidelijk is, dan toch zijn we ervan overtuigd. Dit is Hashem, die alles in handen heeft. En dan altijd met Purim de hoop. Dat het niet alleen bij de Purimredding blijft. Maar dat het Joodse volk en de hele wereld uiteindelijk met de komst van de Mashiach helemaal gered zal worden. Wat betreft die goddelijke voorzienigheid. Dat is een prachtig verhaal. Een prachtige geschiedenis over de Baal Shem Tov. Hoe hij met zijn leerlingen liep te wandelen. En hem duidelijk maakte het begrip van Hashkacha Pratit, van goddelijke voorzienigheid. Bij mij is dat gevraagd om uit het Engels dat in het Nederlands in dichtvorm te vertalen. Ik denk dat nu, gezien de gedachte van Purim, het heel toepasselijk is om u dit gedicht voor te lezen. Bij de weg, daar stond een boom, met takken en met bladerkroon. Een blaadje dat was losgegaan, dat raakte daar de aarde aan. Een tzaddik, gaande op zijn pad, het blaadje daar gevonden had. Waarom ging jij van het takje heen, gevallen op de grond, alleen? Het blaadje zei, vraag mij het niet, waarom dit met mij is geschied. Mijn takje schudde in de wind en zo op aarde u mij vindt. De tzaddik vroeg nu aan de tak waarvan het blaadje nederbrak. Waarom jij schudde in de wind en op de grond het blad ik vind? Toen zei de tak, ik weet het niet. Ik ben het niet die doet geschied. Het was de wind die plotsklaps kwam. En uit de boom het blad meenam. Wind, o wind, zeg jij mij nou, wat jij dan van dat blaadje wou. Waarom blies jij met windgeruk het blad van zijn takken stuk? Toen zei de wind, ik weet het niet, ik ben het niet, die doet geschied. Mijn malach engel zei, met kracht, ga blazen wind. En niet gewacht. Engel, Malach, u de vraag. Weten wil ik toch zo graag. Waarom dan vroeg u met uw macht de wind te blazen met zo'n kracht? Toen zei de engel, vraag mij niet. Ik ben het niet die doet geschied. Het was de schepper van het al. Hij was het die het mij beval. Schepper, schepper, hoge heer. Wil mij zeggen deze keer, wat de diepe reden is, dat het blad beneden is. En de schepper, alleen hij, was het die de tzaddik zei. Kijk, een wormpje op het pad van de zon te lijden had. Het voelde zich in bittere nood, daarom dat ik toen gebood. Engel Malach, kom erbij, neem de wind mee
aan je zij. Blaas de takken hevig aan, dat het blad omlaag kan gaan. De tzadik zag de worm beneden. Onder het blad sliep hij tevreden. Shabbat shalom, Purim Sameach.